Ik ben PJ. Ik ben 34 ondertussen. Vanaf mijn tiende liep ik rond met Hanekam. Maar toen had ik de ballenverstand van muziek eigenlijk. Het was meer gewoon hetgeen wat ik gezien had. De eerste punks dat zoveel indruk op me maakte. Ja, dat wil ik ook. En ja, dat is altijd een beetje blijven plakken, om het zo maar te zeggen. Binnen de punkbeweging zijn er nogal wat verschillen. Je hebt mensen die heel erg met politiek bezig zijn. En ja, de bierpunks die echt alleen maar voor het feesten gaan. En het zou hun worst wezen wat er politiek gebeurt. En of ze daar enige invloed op kunnen uitoefenen. Dus het kan voor iedereen ja, net even anders zijn. Wat het ook wel weer mooi maakt. Dus voor mij is het een stijl van leven geworden. Maar ja, dan is het de vraag, ben jij punk of is punk jou? Dan, dat, ja, dat staat uiteindelijk onsmakelijk met elkaar verbonden. Ik weet niet of je punk een ideologie kan noemen, aangezien je er zelf invulling aan geeft. Het is toch een bepaald stijltje. Dat ik met een Hanekam rondloop, dat betekent niet dat elke andere punk ook met een Hanekam rondloopt. En dat ik met heel vaak met een jackje vol met studs loop, dat betekent ook niet dat iedereen met een jackje vol met studs loopt. Ik ken ook mensen die er juist heel erg op tegen zijn. Die zijn heel erg van, ja, punk zit in je hoofd en niet in je haren. Ja, punk komt eigenlijk, ja, ik denk overal in alle aspecten van mijn leven wel terug. Dus ik heb twee bands, dus daarmee oefenen. En daarnaast natuurlijk concerten bezoeken, zelf naar zelf bands rijden. Ik heb sinds enige tijd een bus. Dus bands die op tour zijn, als ik hem vrij kan krijgen van mijn werk, dan ga ik een paar weken tussenuit. Ik hou gewoon van punk voor de muziek en ik kan me erin vinden, maar verder zou ik mezelf niet echt een punker of zo noemen. Tegenwoordig mensen met punk doen, dat heeft niks met punk te maken. Feest, veel plezier en veel plezier maken, dat is punk. Nou, inderdaad, dat het vooral dood is. Het is in ieder geval iets wat nog niet dood is, het is alleen veranderd. Punk is dood, hoe groot is je Hanekam? Ah ja, punk is absoluut niet dood. Echt, punk zit in je hart en niet op je hoofd. De scene is op dit moment een beetje aan het is uitgedund, lijkt het wel. Dus we zitten een beetje in een dip. Het is altijd, punk gaat altijd een beetje omhoog naar beneden, omlaag, omhoog. Maar ja, mensen zijn hier wat terughoudender. Dit is de eerste plaat die ik zelf gekocht heb, dus het is echt. Ja, ergens heeft hij toch wel een speciaal plekje of zo. Even kijken, want ik heb hem echt al tijdenlang niet meer gedraaid. Kippenvel, Run. Wat een punkfeest eigen maakt, ja, als iedereen echt compleet losgaat bij een band en er is een goede pogo trash pit, om het zo maar te zeggen, waar het aan de ene kant hard aan toe gaat, maar waar iedereen wel als iemand ompleurt gewoon meteen dat je overeind getild wordt. Ik vind dat dat er wel bij hoort. En voor de rest gezellig met vrienden, slap ouwe hoeren. Ja, gewoon lol maken, weet je. Ik werk op een buitenschoolse opvang. Tuurlijk draag je een gedeelte van je eigen levensfilosofie uit. Dat betekent niet dat ik allemaal kindertjes aan het kneden ben tot kleine punkertjes. Dat is absoluut niet zo. Nee, ik hoop dat juist de kinderen gewoon een beetje open gaan staan en hun eigen pad in het leven kiezen. En zoiets hebben van, ja, er ziet iemand dan anders uit. Dat betekent nog niet dat hij heel stom of raar is of ander. Ja, er zit gewoon een mens achter, weet je. Ze zijn mij ook gewend. En een kind kijkt er sowieso doorheen. Ik hoop dat ze dat gewoon meenemen in de rest van hun leven. Dat ze gewoon verder kijken dan de neus lang is.